De nieuwe kapitein van Redi Doti, Marciano Stuger, heeft afgelopen zaterdag een nominatiedossier en ontwikkelingsplan 2020-2025 ontvangen van de stichting Jodensavanne. Het inheems dorp dat precies naast Jodensavanne ligt, is deel van deze historische plek. Volgens Harold Seilbing, voorzitter van de stichting Jodensavanne, zijn zij al jaren bezig om de plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen. Verder kreeg de nieuwe kapitein vele felicitaties en gelukswensingen door onder andere de waarnemend kapitein van Hollandse Kamp. Dit is het nominatiedossier waar wij sinds 2008 met wijlen Leslie Artis aan hebben gewerkt. En niet om wat, toeval bestaat niet. Want de minister moet dit als eerste krijgen. Boeboe. U krijgt het. En terecht krijgt u het. Omdat dit grond is van Redi Doti. Dit is geen formeel grondbeleidsding waar ik het over heb. Ik praat over de facto, de feitelijke eigenaren van Jodensavanne zijn de inheemsen van Para. Niet van, enfin, van Para. Want u weet, corona heeft de Indiconder toch? Maar daar praten we niet over, we praten over Para. Vele sprekers gaven aan dat de rust wederom terug moet keren onder de verschillende inheemse volkeren. Er is ook aangegeven dat de cultuur bij de inheemse wederom hoog moet worden gehouden. Kapitein Stuger is het eens met alle sprekers en hij geeft met trots aan dat de rust in Redi Doti wel is teruggekeerd. Maar er is nog een zo en nog verder zo moet aan toe. Ik hoop dat Granlanti, met name afdeling directoraat duurzame inheemse zaken, bij Apuang mooi trangatiel. En de smadat kon de bekutuna Redi Doti. En ik denk dat de comité jugu-jugu het was zwaar voor ze. Maar ik denk dat een bijdrage van de afdeling dat doet via Redi Doti. Die mij althans mij volgen vanaf het begin. Het was immens groot. En natuurlijk de Sanegoboom, ook toe de Anegoboom, nou was man om ook iets te maar de Egoboom ook toe, om ons wat der, we zijn ook nu in die sma, maar om ons wat der te was maar ik kon wat doorboom, en dan kon ik een heer ati, kutje wat boom, kutje wat verandering kon. Redi Doti is het enige inheemse dorp dat het co-management en medebeheerder heeft van een beschermd gebied. De Jodensavanne voorzitter zei nog dat het dorp dan een voorbeeld moet geven hoe inheemsen zelf een beschermd gebied kunnen beheren, onderhouden en conserveren. Marciano Stuger is afgelopen zaterdag ingewijd tot de nieuwe kapitein van het dorp Redi Doti in het district Para.